Schokkende taferelen spelen zich af op de verpakkingsbeurs in het RAI-gebouw in Amsterdam. Deze machine zorgt ervoor dat boterhamstrooisel geplakt en gezakt de wereld ingaat. Zonder veel omslag werkt de vlakdraadmachine. Bij het ontwikkelen van emballage verliest dit volautomatisch apparaat zelden of nooit de draad. Lange tijd is er gezocht naar een stevige verpakking voor glaswerk. Men stond erop ons te tonen dat deze kartonnen doos met vormvast binnenwerk heel wat kan ondergaan. Van andere aard is deze verpakking van levensmiddelen. De lucht wordt uit de plastic zakjes gezogen, waarna dezelfde machine ze luchtdicht sluit. De handnaaimachine met dubbele batterij is ook een zakkensluiter en onze hekkensluiter. Het is een handig apparaat en het behoort tot de interessantste noviteiten die op deze beurs te zien zijn.